Welkom bij Vlogmas dag 3. Oké. Ik heb net 2 beschuitjes op. Ik dacht misschien dat dat helpt het stoppen van de diarree. Met een heel dun laagje smeerworst. Het smaakte me wel. Gisteren smaakte me niks, gelukkig. Dus nu smaakt het me wel wat. Daar ben ik blij om. En ik heb een kopje thee. Ik mis de koffie wel. Ik heb trouwens dit dienblaadje. Die ik op mijn bed zet als ik bijvoorbeeld koffie heb of zo. Maar ik mis mijn koffie echt erg. Het is niet dat ik er heel veel trek in heb nu. Ik denk ook echt van, laat maar gaan. Maar ik merk wel dat ik het mis. Elke ochtend drink ik minimaal 2 kopjes koffie. Kunnen er zelfs meer zijn. Maar ja, het is trouwens 9:15. En ik ben nog even mijn video aan het uploaden. Voor vanavond 7:00. Hoe vinden jullie trouwens tot nu toe de Vlogmas video's? Vinden jullie het leuk? Hoe vinden jullie de intro? Let me know in de comments. Gisteren was echt een baggerdag. Vandaag heb ik het idee dat het ook een baggerdag gaat zijn. Ik ga trouwens zo wel even met jullie de adventkalender openmaken. Want dat is dan waar we leuk om te doen. Maar ik denk dat het vandaag ook gewoon echt wel een chill dagje wordt. In bed of op het toilet. Want ik ren rot. Ik ben net ook al 2 keer geweest. Het is ook niet dat alles er gewoon in 1 keer uitkomt. Het zijn echt continu kleine beetjes. Dat ik denk van, gooi gewoon alles eruit. Dan ben ik er vanaf. Ik voel me er alleen maar rot door. Ja. Hopelijk blijft het hierbij en komt er niet nog iets bij. Want echt, het komt van overgeven, er komt dit er in 1 keer bij. Gisteravond had ik heel veel pijn. Ik had gisteravond pijn hier op mijn borst. Echt onder mijn borst, zeg maar. En de hele zijstreek hieronder. Dat ik denk, wat zit daar? Hoe komt dat? Maar dat is dus schijnbaar het feit dat ik nu aan de scheiden ben. Denk ik. Ik heb geen idee. Maar het deed gisteren heel veel zeer. Ik heb echt gehuild van de pijn. Maar ja. Ik heb nu nog wel last hoor. Maar goed, ik zie daar trouwens een leuk dingetje staan. Namelijk de adventkalender. Die moeten we ook nog doen. Ik zie er niet uit. Don't mind that. Maar ik wil daarentegen wel even de adventkalender gaan doen. Dus dat gaan we gewoon even doen. Ik ga even uit bed klimmen zonder dat ik alles omgooi. Oh. Mijn bord staat hier, staat er bovenop. Zo. Oh, voorzichtig. Oh, oh, doe zeer. Oh. Ik loop echt als een omaatje. Dag 3. En ik zie hem al. Hij zit hier onder. Dag 3, dag 3, dag 3. Kijk, dat zeg ik. Alles is naar beneden geschoven. Ik denk dat deze hier bij 11 is. Oep. Maar goed, wat hebben we vandaag? We hebben een tube. We hebben vandaag... Spiek hoor. Een body lotion. Oeh, daar ben ik heel blij om. Gelijk openmaken. Die wil ik gelijk openmaken. Oh, het ruikt echt kerstachtig. Oh, dit ruikt heel lekker. Oh, dit is echt heel erg lekker. Oh, mijn buik gaat weer zitten. Continu als ik loop of beweeg, dan heb ik echt buikpijn. Ik denk van, oh jee, ik moet weer naar het toilet. Oh, dit is heel chill, jongens. Dit ruikt echt heel erg. Dit ruikt zoetig. Maar er staat niet bij. Er
Er staat alleen body lotion. Nou goed, ik zet hem hierbij. Oh, het is wel echt heel erg lekker. Goed, ik ga naar het toilet, want anders dan hou ik het niet. Jee! Ik heb zojuist mijn banner aangepast voor Vlogmas. En mijn profielfoto, want allemaal was te veel zomerherfstachtig. Jee, I love it. Ik vind het echt veel leuker zo. Ik heb het echt mega koud. Ik heb gewoon een trui aangetrokken en ik lig gewoon onder mijn dikke dekens. Ik ben net weer naar de wc geweest, maar het is echt gewoon water. Het is gewoon echt water. Het is gewoon alsof ik plas. Zo raar. Maar ja. Ik ben ook zo moe. De hele nacht opgelopen. Vreselijk. Oh, ik heb zoveel pijn in mijn hele lichaam. Maar ik heb het een beetje koud nog steeds. Dus. Ik ga een kopje thee zetten. Ik ben moe. Ik ga ze even proberen een beetje te slapen. Want ik heb vannacht niet geslapen. Als mijn buik nu een keertje ophield met rommelen. Want dat gaat echt helemaal tekeer. Dan ben ik daar ook wel heel blij mee. Spaans benauwd te krijgen, dus ik heb mijn bed even recht getrokken. Ik ben er bovenop gaan liggen en mijn trui uitgetrokken. Man, de postbode is net geweest. Ik moest in één keer naar beneden en ik dacht, oh no. Maar ja, een pakje is binnen. Niet mijn pakje, maar mijn moeders pakje. Cody en Rio lopen een beetje irritant te doen. En mijn moeder is ook niet lekker. Dus ik heb het idee dat ik haar heb aangestoken. Maar goed, in ieder geval. Mijn kamer ruikt naar de... Hoe heet dat? Rundvleeskuppensoep. Dat is echt heel vies. Maar goed, ik heb nog steeds mijn thee in mijn kerstmok van de Starbucks. Mijn hardplastic kerstmok. Het is nog steeds warm. En ik heb het ook nog steeds warm. En ik ga even naar het toilet. Want mijn buik rommelt heel erg. Let's go. Tof voor. Klaar. Het is een beetje donker. Laat mijn lichtje aanzetten. Ik lig heel even in bed. Ik trek dit echt niet meer. Ik heb nu echt gewoon serieus buikpijn. Echt heftig. Het is echt niet leuk meer. Ik ga proberen heel even mijn ogen dicht te doen. Ik weet niet of dat gaat werken. Ik ga het wel proberen. Echt pijn. Weet je wat? Ik ga gewoon alvast de vlog eindigen. Echt heel veel verandering zal nu toch niet meer zijn. Slapen. Waarschijnlijk eet ik niks vanavond omdat ik net weer alles eruit heb gegooid. Ik ga gewoon even lekker 24 uur lang niks meer eten. Alleen maar drinken. Oh. Het is echt niet leuk. Maar goed. Ik bedank jullie voor het kijken. Deze video een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie morgen weer.
bij een nieuwe vlog. Dus hopelijk gaat het morgen beter. Hopelijk gaat het vanavond al beter. Maar hopelijk morgen ook. Jullie gaan het meemaken.